Het circulair voedselsysteem is een systeem waar we in de toekomst naartoe willen. Om ervoor te zorgen dat we voldoende voedsel kunnen blijven produceren binnen de grenzen van onze planeet. Waarbij we dus bijvoorbeeld zo min mogelijk land willen gebruiken of zo min mogelijk water. Zodat we de aarde niet uitputten, terwijl iedereen wel beschikking heeft tot voldoende voedsel. Ik ben Hanna van Zanten en ik onderzoek de rol van het dier in een circulair voedselsysteem. De rol van dieren in het circulair voedselsysteem is dat ze eigenlijk reststromen kunnen eten. Dit bedrijf hier verzamelen ze die reststromen en daar gaan ze uiteindelijk weer veevoer van maken. Ja, dat zijn producten die anders weggegooid zouden worden. Het zijn producten die we niet kunnen of willen eten. Wat we op dit moment ook zien is dat dieren met producten worden gevoerd, zoals granen, die wij ook kunnen eten. En daardoor ontstaat er eigenlijk een beetje een competitie om die granen. Of we die nou aan dieren gaan geven of aan de mens. Al die producten komen binnen in de fabriek en een heel proces komt eraan te pas. En uiteindelijk hebben we een brokje. Bij kipsen hebben we gekeken met hun overlegd van nou, wat voor een voer zouden die kippen nou eigenlijk moeten hebben. Om toch ervoor te zorgen dat ze die eieren nog kunnen leggen. Maar wel een voer wat dus alleen maar bestaat uit restproducten. Want ieder dier heeft natuurlijk zijn eigen unieke eigenschappen. En wat ik wil weten is welk dier we nou het beste kunnen gebruiken om welk restproduct uiteindelijk om te zetten naar bijvoorbeeld melk of vlees of eieren. Die hoeveelheid aan reststromen die we hebben is natuurlijk beperkt, beschikbaar. Dat betekent ook dat er een grens zit aan de hoeveelheid dierlijke producten die we kunnen produceren. En op dit moment zien we, als we dus naar zo'n circulair voedselsysteem toe zouden willen, dat we in Europa de hoeveelheid dierlijk product wat we nu eten tenminste moeten halveren. Ik vind het heel leuk om dat te zien, dat het in de praktijk daadwerkelijk een bedrijf is wat dit oppakt en wat gewoon alleen maar reststromen aan zijn dieren voert. Omdat dat aangeeft dat we dus langzaam echt naar zo'n circulair voedselsysteem toe moeten. Het is niet alleen een theoretisch iets wat nu ontwikkeld is, maar het is ook iets wat nu door de praktijk wordt opgepakt.